Hij blijft zweven. Hij blijft zweven. Wat is dit? Wat is dit? Jouw piggyback blijft zweven. Want zelfs ik kan hem niet oppakken. Lijk, Spike. Ja, nu heb ik hem weer. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria Triforce Heroes. In de vorige aflevering zijn wij begonnen, hebben we al een huis gemaakt, we hebben al wat NPC's te pakken gekregen. En heb ik heel veel gefaald. En we zijn nog steeds bezig voor een wapen voor Erwier. Yep. Ik heb nog steeds niks, ik ben waardeloos. Hopelijk gaat mijn... Alsjeblieft zeg, ga nou niet de hele tijd zoals Doomy praten. Ik ben waardeloos. Ik doe één keer wat. Ik ga weer snel proberen een wapenvorm te krijgen, hopelijk levend. Nou, het probleem is dus... is er een probleem? Ja, er is een probleem. Of hij wint een wapen in een kistje, of wij moeten dus echt op zoek gaan naar amethyst, diamond! Of iets in die trend. Dus... Oeh, als we dat zouden vinden zo snel. Nou, diamonds zijn niet zo waardevol, want heel veel mensen die verwarren dit spel nogal snel met Minecraft. En diamonds zijn echt niet zo waardevol als, Nee, in principe zitten ze ongeveer gelijk met de andere gems. Alleen net een heel klein stukje sterker, maar het scheelt heel weinig. Nou, ik vind het juist heel veel schelen. Volgens mij scheelt het heel weinig, maar ik heb eigenlijk nooit zelf een staf gemaakt. Ik heb wel een beetje gekeken van wat kan je ermee maken, maar zelf nooit een staf gemaakt. Oh, je had het over staffen. Ik had nog steeds een Minecraft ding. Oh nee, bij Minecraft, ja, daar is het een wereld van verschil. Ik hoop dat ik het zo goed schrijf. Ik hoop dat ik het zo goed schrijf. Zo niet, jammer dan. Je weet het, hè? Spelling ben ik al snel goed in. Nou, en dan kunnen we die dingen kunnen hier neerzetten. Zo. En weet je wat? Jullie zijn er zo vaak naar links gegaan en daar was het nogal linkersoep. Laten we met z'n drieën links gaan. Kijken of we het dan opleven. Ik ben net weer rechts aan het lopen. Ja, dan loop je weer terug. Nou, ik ga eerst een heel snel kijken of ik hier een kistje in de grot kan vinden. En gewoon een wormhole potion gebruiken naar jullie. Oké, ik begin even met wat flaming arrows al gelijk te maken. Doe ik meer damage. Kijk, ik kan alvast eventjes... Finn, kom hier! Ik heb niks aan een koper soort. Ik heb niks aan een extra wooden bow. Ja, twee van die wands hebben we eigenlijk niet nodig. Oh, ze hebben nog niet eens value. Oh, ik heb al health potions. Nice. Even zelf. Ik kan een piggy bank kopen. Zou ik het doen? Ja, dat is altijd handig, want dan hebben we allemaal onze eigen cash. Best wel. Oké, ik heb hem gekocht. Ik leg hem op de workbench. Oh, nice. En ik heb hier ook alvast even gezorgd dat we dus zeg maar de storage hebben. Daar hebben we nou twee kistjes staan. Oh, oeps. Dat hoor ik. Bij mij. Claim. Nee, ik wil hem jatten. Ik heb er helemaal niks aan. Ik heb mana nodig. Jij niet. Ja, daarom juist. Dan is het leuk om van jou te jatten. Wat gemeen. Ik ben gemeen. Deal with it. Die Eskimo's zijn heel vervelend. Oké, Erwin. Wij gaan aftellen. Okay. 10. Nee. Counter, kom maar vast heel rustig in beeld. Nee. Screw it. Oké, bouw. Even kijken, dat is dus hout. En hout. Oké, even kijken. Je hebt niks in de bouw gestopt. Oh, lek. Nou dan. Hoort zo, brave jongen. Even kijken. Snowblocks. Dirt. Die wall die denk ik tot Moeme. Ik ga gewoon Link noemen. Doe maar. Don't care. Je mag me noemen zoals je wil. Of je me nou Erik noemt, Link noemt. Noob. Magikarp Fisherman. Noob. Ik reageer Noob. Van alles. Noob. Dat was gemeen. Nou ja, ik ben gemeen, dat weten jullie ondertussen wel. Oké, nou ja, timer die loopt goed zo, braaf. Ondertussen dat ik deze kant even oploop, dan moet ik even dit even een beetje zo vullen. Weet jij, ik ga het even recht maken zo.
Het is eigenlijk alleen maar handiger als we battle arenas en alles gaan maken, dus. En eigenlijk een eerste cave system, die zou ook wel goed zijn. We zien het gauw genoeg. In de volgende aflevering. Nee, de aflevering is net begonnen. Stay tuned to the next episode of Terraria Triforce Heroes. Ja, dit is al recht genoeg hoor. Dat vullen we later dan nog wel op en zo. Dus. Oh, nou mag ik jou beschermen. Save me. Boom. 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 Hij doet het. Hé, ik heb een shackle. Mag je houden. Nou, eigenlijk vind ik dat jij meer nodig hebt. Ja. Dank u. Ster! Jat! 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 Jij bent jat! Yay! Pak hem, zombie. Ik gooi ze dadelijk in de kist, joh. Ik wil er overheen springen. Hey, is dit dan gewoon een cave system hier? Een kleintje, ja. Hij gaat niet ver door, ja. Er zit niks in. Wat zit hieronder dan? Water. Zombie. En een doodlopend eind. Ik heb nog geen glowsticks helaas. Nee, klopt niet. Volgens mij loopt het water tot een doodlopend einde ook. Als je op de map kijkt, zie je het ook. Ja, ik heb mijn map uitstaan, omdat ik sta ingezoomd. Ah ja, ja. Nee, op de map zie je ook dat het gewoon naar een doodlopend einde gaat. Daar zie je net ietsjes meer, ja. Wat zit daar boven? Hebben. Ook hebben. Wat zit er hebben? Oh, die ster. Hij ziet de ster, hij schijnt zo ver! Knak. Oh, geen fall damage? Oké. Okay. Oh, wil je fall damage dan? Nee. Zullen jullie pijlen toevallig oppakken, hè? Geef ze aan mij. Nou, geef een beetje aan wanneer je weer pijlen nodig hebt, want... Pijlen zal ik genoeg opvangen, maar... Ja, om nou bij iedere de pijn! Ik zag je iets beneden. En wat zag je beneden? Als het goed is, iets van bouwmateriaal voor mij, maar pak zo wel. Oh, het is hier donkerder. Oh, kijk, nou toch eens. Wat is dit? Oh, je was hartstikke dood. Erwin, als jij gewoon met een torch in je hand rondloopt. Ja. Oh, natuurlijk. Dan hebben we in ieder geval ook licht. Ik ben nuttig. Oh, ik hoor een worm. Die zijn niet fijn om nu al... Waar zijn alle cactussen? Al gepakt? De meeste hebben we al. Ik heb voor sterren. Het is veel handiger om daar... Dat te doen. Ja, maar daar kunnen we vijanden doorheen. Ja, dat wel, maar als wij een keertje naar beneden willen, kunnen we dat ook. Eventjes voor de kijkertjes. Cactus armor is een van de beste armor om mee te beginnen. Beter dan hout armor in ieder geval. Volgens mij geeft het 2 defense meer. Ja, je krijgt ook een set bonus. Een 1 defense van... Boompie, alleen volgens mij gaat deze... Nee, aan de andere kant heb je al 2, deze gaat de grond niet in. Jammer. Hoezo, die kistjes zijn toch waardeloos. Als je er eentje hebt gevonden, dan heb je ze allemaal gevonden. Ja, in wezen wel, maar dan nog kistje is kistje. Ik moet even wachten. Auw! Jij schavuit! Waarom sta jij voor mij? Serieus, ik wil in de spotlight staan. Oké, succes. Dank je. Oh, wauw. Verdeuring lijkspraak. Hallo. Ik heb touw. Oké. Is dan wel handig, denk ik. Oh, iets lang. Verdeuring. Leave me alone. Oeh, het begint hier druk te worden. Auw. Teleporterende zombies, niet fijn. Ik kom al helpen. Avontuur is key. Dat heeft dan expert mode zover al gehaald, hè? Ja. Oké, okay, hieronder zit niks. Water. Twee koper.
Neemt u mij niet kwalijk, meneer Zombie, maar... Donder op! Dank je. Hieronder zit iets. Daar is een zombie. Ik denk dat hier wel een kistje voor je. Ah, ik heb een bom. Oh. Zombie! Zombie! Hello. Een beetje hulp. Auw! Het punt is, als ik lager loop, dan zit ik vanwege de hoek naar beneden. Minder prettig. En ik ben nu ook aan het... sterven. Hé, hey, Weer, ik kom naar je toe! Als je niet snel komt, dan... Go prone! Dat is Leo's ding. Dat maakt niet uit! Doe het! Jump. Oh, auw, auw, auw. Oeh. Ah. Ik heb niks anders dan mushrooms. Nou, dan had je beter een Mario-kostuum kunnen nemen. Oh, het wordt dag, het wordt dag, het wordt dag. Oké, daar beneden zit niks. Daar beneden zit niks. Het is dag, ik zie de eerste slime al. Oh, hoi. Ik zie hier nog een zombie. Ja, Steven die komt op mij af. Oh, nee, ik ga dan aan de andere kant. Nou, ja, ik kan dan even naar jou schieten. Ik ben weg. Hij is dood. Dat is mooi. Oh, slime! Dat is nog erg. Struggling with animals. Waarom niet? Hoi. Ik ga even wel verder exploren hoor. Dus nou ja, eigenlijk... Kom in mee. Een dierenrotbeest. Auw. Ach, moet weer wachten. Kistje! Gewoon negeren. Hoop nee, dat kistje niet dat ga ik niet negeren. Nee, ik zit met een zo'n Intellion beest. Ik heb een Egglet gevonden. Oeh. En throwing knives! Mooi. Yes. Twee kistjes, dat is mooi. Nog zo'n beest. Kom ergens mee. Night Owl Potion. Jump. Nou, misschien Let's Play vriendelijk. Ik wil. Met een goudvis aan zee. Kom op, val dan aan. Oh, dan ontwijk ik het hopelijk. Auw, dat valt niet te ontwijken. Jammer. Waar is mijn touw? Krijg ik nou? Ik heb touw. Auw rijdt ook. Daar rijdt ook op touw. Glowsticks. Het is een moeilijke dag voor Erik. Erik, wat gaat er nou fout? Erik? Nou, één ding is... ze teleporteren. Hacks, cheats! Ja, best wel. En het andere is... blijkbaar faal ik nu gewoon. Ik faal enorm. Of hij staat om een of andere reden toch op expert. Al nou, ik zou dadelijk wel eventjes kijken. Misschien dat ik, als ik nog een keer host en play doe, dat het dan waarschijnlijk een andere server dan is. Want het gaat dan via Steam servers, hè. Dus, ja. Oh, ik heb een kistje gevonden. Het was een geweldige dag voor Erwin. Throwing knives. Ja, mijn claim. Arrows. Claim. Oceans van mij. Recalls. Night oil. En coins. Je niet een kistje mee te nemen. Is geen handig voor storage. Oh, is altijd een must doen. En nog een kistje. Ik kan niet bij het kistje komen, is slime. Ik kom er al aan. Ik ben even klei aan het verzamelen voor dadelijk potten te kunnen maken als we potions willen maken. Ik weet wel wat. Slime, kom eens hier. Kom hier. Goed zo. Nog een keer. Juist hem. Doei. Nee, zo'n beest wil ik echt niet tegenkomen. Kom op, waarom moet ik nou zo'n... Antillian Swarmer... Meer throwing knives, hand grenades, iron bars... Die zijn ook voor mij. Oh, ik heb een kistje. Rico potions, swiftness... Ik heb een paraplu! Oeh, dat is nog best wel handig. Ja, voor jou denk ik, met meneer fall damage toch? Ik vind het een heerlijk item inderdaad, vanwege fall damage. En voor navigatie ook.
kun je soms op plekken komen waar je in het begin van het spel moet. Nou, we hebben in ieder geval hier een hele goede cave gevonden. Dus als je de paraplu kwijt wil, dan neem ik hem graag over. Ja, ik heb hier ook nog een kistje. Leuk joh, die parasol. Oh, hier liggen, het ligt hier vol mijn kistjes. Oh, ik heb de radar! Huh? Nu al? Radar? Ja, dat is een 1.3 item. Die laat ons zien wanneer dat er enemies nearby zijn. Oh, we hebben corruption, nice. Ja, dat zei ik al. En ik heb de... Mooi, climbing claws. Oh. Oh, en nog een keer. Wat is dit? Zoveel kistjes! Oh, ik heb er iets. Ik heb hier iets voor jou, want die mag ik niet gebruiken. Ik heb de speer. Oh, mooi. Nee, die speer is melee, ja, inderdaad. Ja, die mag ik niet gebruiken. Juist hem. Alleen. Alleen, waar zijn jullie naar beneden gegaan? Hij zie je allemaal verder nog. Where's the map? Where do you wish to go? Nou, ik zie wel waar jullie nu zitten, maar ik zie niet waar jullie naar beneden zijn gegaan. En ik zie hier allemaal touwen nog links liggen, maar ik zie rechts van me zie ik jullie naam. Ja. Oh, wacht even! Oh, niet verder. Ja, ik stond erop. Ik zag het eerst volgens mij. Ik stond erop. Ah, hier, Charlie. Ik stond er gewoon, joh! Hij zag het niet. Hij zag het niet, ik zag het gewoon! En de cave gevonden. Yeah. Nu kan je de pressure plate pakken voor mooi zilver. Kun je de zilver... Oh ja, dat kun je verkopen, ja. Echt veel is het niet waard, maar... Oké, okay, ik heb nog geen glowsticks, dus ik kan hier het water in. Oké, okay, we zitten nu op diep niveau al hier. Even kijken, ik heb ondertussen recall potions op... Oh, ik heb 11 recall potions. Zal ik er dan een paar delen met de andere spelers? Nee. You shall pay for that. Oh ja, jouw speer natuurlijk, hè? Kijk eens, hoe ziet hij er mooi uit? Hoeveel pijlen heb je? 12? 2? Denk je dat er genoeg is voor een speer? Oh ja, tuurlijk, Steven. Blijkbaar wel. Ja. Vangen. Even kijken, handgranaatjes, throwing knives. Wat heb ik er meer voor je? Dat was hem. Oh, en een hub bag, kijk deze mee. Ja, die kun je rechtklikken en dan krijg je allemaal items voor potions. Yay, ik kan sliden. Dus oh ja, ik zal jullie wel een recall potion geven trouwens. Ik heb al genoeg, ik heb er al 6. 6, hoeveel heb jij er? Zullen we kijken, 0. Ik kan me even vooruit, hè. Dat is belangrijk. Zo goedkoper. Zo weinig tijd. Oh, ik heb hier weer klaar. Ja, ik heb even kijken hoeveel klaar heb ik nou? 76? Of, sorry, 67. Dat is meer gestart. Kistje! Ik zie rechts iets. Ik ga daarheen. Het is gewoon een houten kistje, daar niet van. Maar... Oh, ik heb een egglet. Alweer één. Ik heb dat is mijn tweede. Oké, okay, dan is hij dus voor onze andere... Link. Mumee. Nou ja, ik hoorde de claim al bij ja, Airbus. Daarom. Dus degene die claim roept, die krijgt hem van mij lekker niet. Ah. Daar kan ik mee leven. Oh, hier, hier. Het is wel gewoon default, maar je rent er iets sneller al mee. Alles is beter dan niks. Heeft die raden trouwens ook movement speed? Oh, plus 4% damage voor die climbing class. Hieronder ligt water. Ik hou niet van water. Oh, dat lichtgevende is een kleine foutje in de manier hoe de biomes gegenereerd worden. Ik zie het, ja. Geen bol. Ja, is gewoon de achterkant. Wat genitcht, het is een glitch. Komt best wel vaak voor bij de overgang van desert. Oh, wacht, dat mag niet. Red mij. Pak die slime. Stik hem neer. Nog één. Dit is een geweldige dag. Shuriken. Wow. Glowstick. Bombs? Want it? Oké, okay, wat hebben we hier? Oeh, heel veel koper. Ik zie hier... we hebben hier best wel een open ruimte. Misschien kom ik al vaak de eerste life crystal tegen.
Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Of wat tungsten, of speciale oor voor Evan zijn eerste wapen. Serieus, ik heb 7 kistjes gevonden en daar zat niet het magisch wapen in. Ze doen het erom. Schijnbaar word ik op de proef gesteld. Hoe lang kan je overleven? Nou, je hebt pas 1 dead op je naam. Ja, omdat Erik hem niet verdedigde. Nou, hij was al dood, dus ja. Maakt niet uit. Even kijken. That's the game. Maar ik ben eventjes alvast wat tungsten aan het verzamelen hier. Waar? Is diep. Oh, ik mag jou niet raken met de pickaxe. Ga dood. Ga heen. Oké, daar kan ik niet heen. 2 slimes. Maar ik probeer toch een beetje progress om jou dadelijk ook zo'n ding te kunnen geven. Volgens mij had je daar 10 voor nodig, 12. Ik weet 15 voor een grapplinghoek, maar... Kijk, dit gaat verder. Ja, dit gaat heel diep naar beneden, dit. Oh, dat is mooi. Rotzand. Is dat ook weer een nieuw soort zand? Ja, je hebt lichtzand, donkerzand, rotzand. Altijd leuk. Oh. Auw, jij doet pijn. Dat is niet aardig. Rope. Jij doet heel veel pijn. You want rope? You want it? It's yours, my friend. Ik wil granite. Dat is mijn kleurtje. Waarom heb ik nog een granite? Ik denk niet echt dat dit het meest handige gat is die ik gemaakt heb. Want als je kijkt naar... Ik heb touw, dus maakt niet uit. Deze wand kijkt. Zo heb je iets, zo heb je niets. Oeh, tungsten. Climb! Ja, dat doen we toch allemaal sharen, dus Oh. Auw, de pijn! Nee! No, nee, ik wil mijn nulletje nog houden. Kijk hoe lang dat ik de nul kan houden. Ik denk in je leven. Nou, dat vind ik een compliment. Het is ook bedoeld als een compliment. Yay! Wat lief! Snelle mijnen, sneller! Het enige snel is het dat we dus nou niet zien waar dat jullie aan het mijnen zijn, maar we horen het aan jullie audio commentaar. Laat het bovenste blokje steeds zitten. Anders dan hebben we dit geval. Dat naar beneden valt en dan kun je weer moeite gaan doen. Nou, misschien, weet je wat, ik denk dat ik het toch wel ga doen. Ik denk dat ik toch wel een tweede scherm erbij zal doen dan. Dat is wel te doen, denk ik. Dus misschien in de volgende aflevering dat we dan ook Erik's point of view hebben, dus... Nou, in principe, ik zet hem alvast op opnemen. Kost me toch niks extra's. Dan zien we vanzelf wel of je het gebruikt of niet. Neem je ook op mijn OBS dan? Nee, ik Shadowplay van gewoon mijn videokaart. Oh, oké. Ja. Als jij dat leuk vindt... Oh, hoi. Ik zie heel veel tungsten. Ik wil het! Met mijn computer merk ik echt het verschil niet of ik nou aan het opnemen ben of niet. Nee, dat heb ik ook met mijn computer. Alleen moet ik wel zeggen dat ik een nieuwe grafische kaart nodig heb. Okay. Maar die is al in de make. Onder water? Dus. Nee. Ja. Nee, ik heb een GTX 970, dus voorlopig zit ik wel goed met mijn kaart. Ja, ik zit nog op GT. Ik heb nog niet eens een GTX. Kun je naar hem? Oh ja, dat is... Dus de mijne moet echt geüpdate worden. En ik weet het, ja, ik heb net GTA 5 wel aan, maar net zoals nieuwere spellen die uitkomen, zoals Fallout, waar iedereen het over heeft. Nee. Fallout 4 niet? Nee, die ken ik niet aan. Mij nog net. Ja, maar zit jij ook al op GTX? GTX 67. Ja, ik zit op GT 640. Oeh. Ik zag hier onder net iets, volgens mij platinum of zo. Oeh, ik heb in ieder geval nog geen gold gezien. Kijk, waar is mijn map? Ja, ik heb hier beneden net iets zien shinen. Toen ik hier vuurpijlen aan het gooien was. Ja, hier zie je wel. Yep. Ik had gelijk. En aan de andere kant ook nog iets. Als jij dit... Nou, dan ga ik daar wel naartoe. Nee, blijf jij nou maar dat mijnen. Ga ik wat daar ging er even een torch plaatsen. Die jij nu gaat slopen.
Hang hem toch hier neer, joh. Jonge, jonge, jonge. Maar nu al... En Erwin dan? Erwin die kan nou helemaal niks. Best wel nice. Ik heb genoeg kopen voor hele jaar. Kopen. Oh, jullie hebben iets gemist, zie ik. Oh, slime. Nou, wij zijn daarboven, hebben we nog zeg maar die kan niet geëxplodeerd, omdat ik zag hier platinum als reflectie van het vuur, van mijn vuurpijlen. En ik denk dat platinum best wel heel erg handig is voor een platinum pickaxe. En ik denk dat ik iets van sapphire hier zie. Ja. Meenemen. Het is er maar één, maar het is er in ieder geval al één. Woef! Hé, hey, weet je wat nou het leukste is? Doei! Iedereen is aardig wat, Iman. Zo. Ik ga wel eventjes naar boven kijken, voorzichtig. Even hier wat licht. Dank je. Koper, van mij. Claim. Ah, nee! Och! Oké, we kunnen misschien vrij snel een granite huisje maken, want ik heb een granite elemental daar tegen. Gaat me nul! Oh, je bent dood! Ach ja, één ding, je bent dan nummer 1. Geen nummer 0. Ik ben geen 0 meer. Je bent nummer 1. Nee, ik probeerde met de touw te klimmen, alleen dat ging nogal een beetje de verkeerde kant op. Enige gebeuren, jongen. Die granite elementals zijn best wel sterk. Maar het was naast een life crystal! Life crystal, life crystal, life crystal. I have found a life crystal alive. Oké. Sorry. Swing balls! Oh, niet dat ding gooien, joh. Een huisje. In een granite bij hem. Ik wil granite, dat moet ik verzamelen. Oh, nee. En ik word aangevallen door zo'n granite elemental. En ik doe echt helemaal geen damage tegen die dingen. Heeft iemand toevallig hout bij zich voor toortjes? Ik heb 1 hout. ik heb wat hout bij me, maar ik zit hier nu druk in gevecht en ik ga dit kistje pakken. De reward als laatste te sterven. Een life crystal. Nou, maar hopen dat we zo snel mogelijk meer pitten. Ik moet zeggen, deze mining sessie die gaat op zich... Oh! Nou, ik heb wat Jester arrows voor je. Ik heb een explosie hier. En ik heb voor mezelf heb ik nog veel mooiers. Wat heb je voor jezelf? Een pleasant enchanted boomerang. Nice. Ja, die is voor jou, dat is melee. Dat yep. Is zeker een pleasant. En hij geeft licht. Dat is heel fijn. Ja, dat doen mijn pijlen ook hoor. Ik geef zo meteen al licht. Ik heb dus ook 26 Jester arrows voor je. Ja, die zijn handig voor de Destroyer. Vangen! Jee, bijna een pijl naar mijn hoofd! Shurgens! Heb ik nog iets? Nee. Nee! Dat is hier niet daarboven ligt nog tungsten trouwens, hier. Ik wou het net gaan pakken. Braaf. Oef, verder is het niet veilig. Inderdaad. Nee, te gaan voor nu. Nee, het is heel belangrijk dat we dus zoveel mogelijk oors meenemen, zodat we dadelijk een upgrade van onze wapens kunnen doen. En we willen natuurlijk wel een beetje naar onze bazen toe kunnen gaan. Wat leuk. Oh, weer zo'n ding. Daaronder ik doe tenminste met mijn boomerang doe ik tenminste. Oh, die wil je meenemen. Misschien kun je dadelijk dan een maken. Ik heb 8 nodig. Zijn het er 8? Ik hoop het wel. Wat zit hier achter eigenlijk? Water. Ik ga even naar die granite bij hem even granite verzamelen. 2, 3, 4, 5. Ja, midden 8. Dit is materiaal voor mijn huisje. Oh, daar heb ik daar echt. Nee, daar moet ik echt met de platen in de pickaxe gaan, want die gaat echt traag. Dit gaat veel te traag. Het geluid valt een beetje weg. Welk geluid? Volgens mij van jouw stem. Nee hoor. Zaai! Nou, ik 2 keertjes midden in een zin dat het ineens stil was. Ja, dat dus ligt dan aan Skype. Ik weet niet wat je aan het zeggen was. Nee, dat ligt dan aan Skype. Maar in ieder geval, granite gaat heel erg langzaam met deze koperen pickaxe. Dus daar heb ik eigenlijk echt een platinum pickaxe voor nodig. Hoi.
Ja, nou, plus... perfect. Voor de Emerald Stove heb ik tungsten nodig. Die hebben nou al genoeg. Ah, nee. Nee, 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 nee. Oh, en een Zubat. Geen Zubat. Kom eraan. Waarom? Omdat ik het niet aan kan of zo. Jongen, jongen zeg. Ik heb ze al hartstikke kapot gemaakt. Oh nee. Nee. Ik zit gevangen. Dat ging me net goed. Oeh, en dan krijg ik mushroom bij hem. Ik heb me zo... Weg, weg, weg. Goed zo. Kan iemand mij uit deze situatie halen? We zitten volgens mij redelijk ver weg van je nu. Ik loop wel om. Oh, piranha, piranha. Mijn inventory zit vol. Je kan eruit komen. Kijk, hop, omlopen. En een huisje. Oeh, maar je moet krijgen ziet. Al gelijk, vanaf het begin. Die wil ik hebben. Ga heen en kom niet terug. Dank je wel. Sterf nou toch eens, jongen. Goed zo. Cloud in de bottle. Ik haat jou. Hier ligt niks goed. Ja, een sapphire. Nee. Nou, ik denk dat ik heel eventjes terug ga om eventjes te kijken of we nou genoeg hebben voor een platinum. Dan kan ik daar ook weer genoeg farmen. En dan kan ik de kistjes kwijt. En dan kunnen we alvast een beetje een storage maken. Plus, we zitten op een half uur, dus het komt wel goed uit. We kunnen dadelijk nog altijd verder. Dus. Waar zijn mijn recall potions? Want ik ben hier rustig aan het zuipen. Rename. Dit zijn de resources. En het het houdt niet op hoor. Ik heb hier naast mij aan de linkerkant een hard crystal. En raad eens wat ik aan de rechterkant heb. Een hard crystal. Jee. Rico, snel. Goed zo. Ik zocht terug. Mocht je dus zeg maar iets van ammo vinden. Ik maak nou ammo kistje. En ik heb en hier 1 emerald. En weer wat ijzer bij, dus die ga ik... Kijk, als ik nou tungsten bars maak... En dan kom ik er ook aan. Ja, ik kan mijn staf maken. Mooi. Ja? Oh, mooi. Ik heb een emerald staf nu. Emerald staf nu. Kijk, hè. Daar ben ik het aan. Ik kan aanvallen. Wacht, het is nacht, dus dan kan ik ze jou gewoon zo geven. Perfect. Dus, Oké, hoeveel platinum kan ik maken? 7. Was er nog iemand die platinum al bij zich had? Ik heb wat platinum bij me. Ik heb er 59. Alsjeblieft. Oké, wie biedt er het minste voor een life crystal? Je had het toch alleen nog niet? Minst. Ik had er 2. Eentje heb ik nu zelf gebruikt. Nou, dan hoef je nog niet eens te bieden, want ik heb ook al 120. Dus dan gaat hij gewoon automatisch naar Herbie. Ja, inderdaad. Pickaxe. Oh, ik heb geen hout voor een pickaxe, tuurlijk. Damn. Ik zou even een vaas maken. Kunnen we alvast gaan... Een vaas? Een vaas. Oh, je bedoelt bloempot? Ja. Één probleem. Ik ga toch klei of niet? Ik heb één probleem. Iemand heeft dingen gepakt. Het hout van hier. En de deur. Door te teleporteren. Mijn inventory zat vol, dus ik zou het niet geweest kunnen zijn. Dus iemand heeft een deur en hout in zijn inventory. Even kijken, een deur en hout. De deur en hout die was al eerder kapot gegaan. Ik heb ik hier in de kist heel veel gestopt, want ik had geen zin om direct te fixen. Ja, maar dat zijn NPC-huisjes, hè? Welke kist heb je dan gestopt in bouw? Ik heb hem nu al gepakt. Brave jongen. Mag blijven. Nee, ik wou sowieso toen heel snel weer naar jullie toe gaan. Dus toen dacht ik van, komt later wel. Oké, even kijken. Night Owl Potions, LPV Potions. LPV staat voor Let's Play Vriendelijk. Healing Potions. Oh ja, dan moeten we dadelijk even kijken. Je had nog... Hoe zitten we hier in? Bunny! Dit is dus de Healing Potions. Mocht je er meer dan 30 hebben.
Altijd handig. Oh, nog twee kistjes erbij zelfs. Ja, dat, yep. Die nemen we later nog wel. Ik heb hier ook in ieder geval vast magic, melee en ammo. Ammo is range. Dus even kijken, ingrediënten. Dan mogen deze. Die mogen daarbij. Die mogen erbij. Die mogen erbij. De potjes en pannetjes die mogen daarbij. Oh, ik heb een night vision helmet. Oh, dat is wel een hele fijne defense. Nou ja, hij is maar 2 defense. Dus veel defense is het niet. Hij is gewoon handig, Sunny. Het is vooral gewoon... Oeh, het geeft wel heel veel. Oeh, dat is heel veel licht dat het meer geeft. Is dat LPV? Dit is een heerlijke helm. Is dat LPV? Claim? Nee. Nou, ik denk eigenlijk dat hij wel handig is inderdaad voor jou. Nou, alleen als jij het echt vindt, hoor. Alsjeblieft. Laten we even kijken, hoe ziet dat eruit? Oeh, dat zorgt wel voor een hele brightness. Inderdaad. Nou, wat lief. Dankjewel. Dus we zitten alweer op een half uur. Het gaat snel, jongens. Echt serieus. Dus wij gaan heel eventjes hier, zeg maar, onze inventory eventjes een beetje... We gaan nog geen upgrades bouwen. Dat doen we netjes allemaal in de volgende aflevering. Maar we gaan heel eventjes onze inventory een beetje sorteren. En kijken hoe dat we de volgende aflevering gaan aanpakken. Dus heb je een leukste momentje? Laat dat weten in de reacties. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Laat een like achter voor Evie die eindelijk zijn wapen te pakken heeft gekregen. En niet meer nutteloos voelt. Dat is je nog geweest. Minder, hè? Minder. Minder. En natuurlijk heb je kans dat jouw comment op een wall of comments komt die binnenkort zou plaatsvinden. Waarschijnlijk bij de tweede opnamesessie tot we die gaan bouwen, want het is nog steeds de eerste opnamesessie. Dus bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer bij de volgende aflevering. Doei! 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 Doei, 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 doei.